con politiche settoriali che causano effetti negativi che poi con altre politiche settoriali dobbiamo correggere. Ora dunque le proposte sul campo mi sembrano ragionevoli. Io sono per un drastico ridimensionamento delle previsioni del tetto. Io sono per il 5%, poi vedremo quale sarà la maggioranza di quest'Aula. Solo perché si incentivi la seconda generazione, ci sono tecnologie, sono disponibili, sono state fatte con fondi della Unione Europea, dunque le si mettono in campo. E devo dire anche, siccome non trascuro la preoccupazione che è stata detta anche con molta chiarezza adesso dalla Presidente della Commissione Industria, perché è una preoccupazione vera, che bisogna salvaguardare gli investimenti in essere fatti anche con previsioni sulla base di previsioni nostre, a me sembra che nel testo ci sia questa salvaguardia degli investimenti, accentuiamola, ma soprattutto io penso che gli investimenti fatti per la prima generazione non hanno ancora raggiunto il margine di crescita che noi potremmo porre anche col dimezzamento dell'obiettivo. Dunque c'è ancora spazio per crescere e soprattutto c'è spazio per incentivare nuovi investimenti che non facciano questo conflitto molto deleterio e dannoso tra cibo e fuel. C'è bisogno di entrambi per il nostro futuro. Dziękuję bardzo pani poseł. Następca mówczyni to pani poseł Ayuso Pilar. Señor presidente, señorías, durante estos últimos años se han dedicado a estudiar los efectos de la producción de los biocarburantes que tiene sobre los bosques, las zonas protegidas, la producción agraria. Pero la Comisión se ha precipitado a la hora de legislar. No disponemos de datos concluyentes porque las cifras que provienen de terceros países son que tienen unas estructuras políticas y administrativas muy deficientes, no son fiables. Faltan datos científicos también para aplicar el factor ILUC de una forma fiable y así no conseguiremos jamás que se sigan aumentando las inversiones en biocarburantes. La producción de biocarburantes ya tiene suficientes controles gracias a los criterios de sostenibilidad que se aprobaron hace unos años. Mientras hay muchos otros sectores que trabajan sin cumplir los mínimos criterios ambientales en países en los que la protección social es sencillamente inexistente. Los biocarburantes sustituyen una parte de nuestro consumo del petróleo, reducen las emisiones, aumentan las rentas agrarias y son una forma adecuada de gestionar algunas fracciones de residuos, como ocurre con los aceites usados, entre otros. Es necesario dar seguridad a los sectores implicados para que puedan invertir en estas tecnologías. La Unión Europea tiene que dar un giro a su política industrial y ser coherente y tener una política que no cambie porque se apliquen normas equivocadas y normas que no han sido suficientemente estudiadas, como ha pasado, por ejemplo, con el ITS. Que no nos pase con el ILUC lo que nos ha pasado con el otro sistema. Muchas gracias. Madame Ayuso, there is a blue card question to you. Can you accept the question from Mr. Turmes? Okay, so the floor is yours, Mr. Turmes. Mrs. Ayuso, you are saying that we are changing policy. In the text of the Renewable Energy Directive, it was already foreseen in December 2008 to come up today with a position on ILUC. So what you are saying is not true. We are not changing our position. We are making it clearer, also for investors. And of course you are right when you say that Brazil, Malaysia, Indonesia, that we have to look at them. But my question to you, how will you do it in front of the international and of the World Trade Organization if you don't have an objective criteria? And the only objective criteria which you can have is the ILUC factor. You will lose every case in front of the World Trade Organization against Brazil, Malaysia and Indonesia if you refuse. So you are suggesting something which is not flying. And half a minute for the answer, please. Microphone, please. Señor Turmes, si para tener un criterio objetivo que usted dice, el ILUC, empleamos criterios que no son científicamente fiables, nunca tendremos un criterio objetivo, será un criterio equivocado y entonces estaremos haciendo una política que tendremos que cambiar dentro de unos años, como nos pasa con otras cosas. Hay que hacer las cosas suficientemente estudiadas para que luego no tengamos que dar marcha atrás. Con eso creamos una inseguridad tremenda a todos los inversores y es por eso por lo que las inversiones no siguen adelante. Muchas gracias. Dziękuję bardzo. A teraz jedna minuta dla pana Parniu.
Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous avons cette semaine l'opportunité de corriger une erreur dont nous sommes à l'origine, une erreur qui a gravement détérioré l'ordre international ces dernières années. Je veux parler évidemment de notre volonté de limiter et contenir les biocarburants. Nous ne pouvons pas accepter qu'une de nos politiques, pour la simple raison que nous voulons atteindre les objectifs chiffrés que nous nous sommes fixés, affame les peuples des pays les plus démunis, accentue la déforestation dramatique des pays en développement et accélère la montée des prix alimentaires. C'est pourtant ce qui résulte de notre politique en faveur des biocarburants. C'est pour toutes ces raisons que je soutiens un texte qui limite les biocarburants de première génération et qui sache faire la différence stricte entre bons et mauvais biocarburants, un texte qui permette l'incorporation du facteur quasi dans la directive énergie renouvelable. Ainsi, je soutiens avec force le compromis déposé qui permet la limitation des biocarburants de première génération à 5,5%, tout en sécurisant les investissements déjà réalisés par nos entreprises en leur laissant le temps de s'adapter aux nouvelles normes afin de préserver les emplois dans nos territoires. Responsabilité internationale et sécurisation des emplois de nos économies en crise doivent être les deux piliers de cette législation dont nous nous apprêtons à voter. Merci de votre attention. Thank you, Mr. President, and thank the Rapporteur for her presentation and her work. I mean, this is clearly a technical debate, but it's also a very emotional and emotive debate because hunger and our concerns around clearance and forests are there. But can I just say, in terms of the technical side, I was troubled last week when I heard one of the Commission experts saying at a hearing that the models on ILUC are not certain. And therefore, to put something mandatory into legislation which is based on uncertain modelling is something that I would be very fearful of supporting. I think, like other speakers, I accept that we need to look at ILUC. But I wonder, in other productions, do we look at ILUC? For example, in CAP reform, we've just agreed to that farmers will place 5% of their land into ecological focus area, and indeed rising to 7%. There's an ILUC factor there too. So I think we need to address this issue, but realise that the fundamental question is this. Land needs to produce food, fuel and fibre into the future, and we need it to do more and better and pollute less. And rather than be anxious about one policy direction or another, we need a holistic use of our land across the European Union. Thank you. Obrigado, Presidente. Há muito que alertamos para a problemática das alterações ao uso do solo induzidas por diversas políticas setoriais e, bem assim, para as suas consequências no plano social e ambiental, seja na Europa, seja noutros continentes, muito especialmente nos países em desenvolvimento. No domínio das opções de política energética, onde se inclui a questão dos biocombustíveis, para além de tudo o que foi aqui dito, o debate tende por vezes a fugir a uma questão fulcral: a insustentabilidade dos fluxos e dos consumos energéticos associados ao sistema económico vigente, largamente dominante à escala mundial. A questão energética com que a humanidade se confronta é, sem dúvida, uma questão difícil e complexa, que desaconselha os voluntarismos mercantis e propagandísticos que tendem a informar as opções políticas neste como noutros campos. A diversificação de fontes, a aposta nas renováveis, na investigação e desenvolvimento fazem seguramente parte do caminho a percorrer, mas não são solução mirífica para os problemas ambientais se não formos ao âmago do problema, se mantivermos um sistema económico irracional e a demanda energética irracional que lhe está associada. Muito obrigado. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Mölzer. Herr Präsident, der Einsatz erneuerbarer Energien macht meines Erachtens nur Sinn, wenn tatsächlich keine Umweltschäden verursacht werden, beziehungsweise am Ende eine positive Ökobilanz rauskommt. Die Umweltfreundlichkeit von atomstrombetriebenen Elektroautos etwa darf bezweifelt werden. Die EU muss hier für sinnvolle Gesamtkonzepte sorgen, um das richtige Kraftwerk zu den richtigen Bedingungen an den richtigen Standort zu stellen. Mit der Erhöhung des Anteils der Biokraftstoffe sollte dem Klimaschutz Rechnung getragen werden. Dabei wurde allerdings eine Reihe von Faktoren offenbar nicht bedacht. Allein, dass in den letzten Jahren eifrig neue Autos gebaut wurden, die für gewisse Biokraftstoffe untauglich sind, beweist dies. Europa ist derzeit ein Nettoimporteur von Nahrungsmitteln, weshalb die Nutzung von Agrarflächen für die Energiegewinnung genau überlegt und durchdacht sein müsste.
In vielen Fällen macht dies Sinn, und zwar dann, wenn die verbleibenden Rohstoffe als Futtermittel, die sonst ebenso angebaut werden müssten, verwendet werden können. Danach sollten wir trachten. Danke. Thank you. Hartelijk dank, voorzitter. Commissaris, ik was aan het begin van het jaar, op een van de koudste dagen, liep ik rond met een partijgenoot van mij in Almere. Almere, voor degenen die dat niet kennen, is een polder, ligt in de polder in Nederland, zelfgemaakt land door de Nederlanders. En het is een stad die nog moet groeien. Het is een stad die dus wordt gebouwd daar waar vroeger een meer was. En een gedeelte van die stad wordt gebouwd door de mensen zelf. Het is vrijgelaten, mensen mogen hun eigen huis bouwen. Wat een energie daarvan uitging, als we alleen al daar zeg maar gewoon zo het licht konden tappen. Want mensen zeiden allemaal, ik ga het meest energiezuinige huis bouwen. Ik ga een energieproducerend huis bouwen. En er kwam een enorme creativiteit van los. En die creativiteit is tot nog toe ongebruikt. Ongebruikt in de rest van Nederland en ongebruikt in de rest van Europa. En we zien zeg maar gewoon dat er genoeg is om aan te tappen. Europa, zoals we hebben net ook al gezien in het vorige debat, heeft vele uitdagingen op het gebied van energie. Duurzaamheid, energieonafhankelijkheid merken we ook elke keer, elke winter weer. En de infrastructuur waar we het ook nu over hebben. En het Europees Parlement en de Europese Commissie, en daar complimenteer ik u voor, die werken er ook hard aan een na 2020 energiebeleid. En we zien dan ook de Energy Roadmap 2050, we zien de kernreactor stresstest, we zien de ingrijpen in het emissiehandelssysteem, hoe moeten we het aanpakken, backloading, structurele wijzigingen. Maar u en de commissie heeft één hele grote blinde vlek. En ik heb u er diverse keren op aangesproken de afgelopen jaren, namelijk, hebt u ook oog voor klein? We zien zeg maar gewoon dat omdat we in het verleden het groot deden, we het in de toekomst ook altijd groot willen doen. Want het is heel moeilijk je een andere toekomst voor te stellen dan je het verleden hebt gekend. En je ziet dan ook altijd dat wij, als we naar energie kijken, denken aan grote kolencentrales, dus grote duurzaamheidscentrales. Dus wij houden allemaal van Desert Tech, een groot project in de woestijn. We houden van grote windmolens op zee. En we houden van grote werken, grote infrastructuur. Maar dat is een hele klassieke manier. Dat is niet disruptive thinking. Zomaar iets zien wat er nog niet was. Dus hou op alleen maar te kijken naar groot. Waarbij ik helemaal niet wil zeggen dat we nu weer moeten stoppen. Maar kijk dat de echte innovatie, de echte revolutie in energieland zit in het kleine. Small is beautiful. Geef kracht, geef macht aan juist die kleine consument. Maak hem van een consument naar een prosument. En dat is kleinschalige energie. We moeten meer informatie erover geven, want we moeten daar meer bewustwording voor hebben voor de consument. Maar we zien zeg maar dat zodra hij zelf energie mag maken, hij zelf tot het uiterste gaat. En dat er ook een heel veel innovatiekracht loskomt. Het moet mogelijk zijn om deze kleinschalige energie los van grote energiebedrijven op te wekken. Hoe wordt de consument een prosument? Dus power to the people, want ze zijn erg creatief. En ook kan de consument daarmee geld besparen. We hebben het de hele tijd maar over energy efficiency. En welke grote efficiëntie heb je dan wanneer een consument zelf zijn energie opwekt en daarmee ook bewust wordt van zijn eigen energiegedrag? Maar we zien heel veel barrières. Er is te weinig informatie over het potentieel. Terwijl studies laten zien dat in 2050 al 30% van de energie in het Verenigd Koninkrijk van kleinschalige energie kan komen. Als we dat zien, wat betekent dat dan voor de Europese Unie? Hebt u dat wel eens een keertje onderzocht? De techniek is al klaar en de consument is er ook. Maar stapt het beleid en stappen de regering, stapt de Europese Unie daarin? De investeringsprijs is nog te hoog. En we zien zeg maar dat er allerlei belemmeringen zijn die in wetgeving zitten, nationaal maar ook Europees, fiscale wetgeving die dat allemaal tegenhoudt. Er is een specifiek beleid nodig, nationaal en Europees. Dus daarom hebben we u ook deze vragen gesteld. Ik vraag u om 3 dingen te doen. Doe een assessment over wat nou echt de capaciteit is van kleinschalige energie in Europa. Welk deel van ons behoefte kan daarmee worden afgedekt? Kom op met een strategie.
hoe we echt gewoon die consument tot een prosument kunnen maken en alle lidstaten van de Europese Unie. En hoe kunnen wij de Europese wetgeving zodanig aanpassen dat die kleinschalige energie, die microgeneratie, erin past, zoals bijvoorbeeld in de 2030 Climate and Energy Package. Het is natuurlijk niet de enige, zoals gezegd, niet de enige oplossing. We hebben ook gewoon, zeg maar gewoon, we hebben het nu over het Buzek-rapport. En omdat ik anders dreig mijn tijd te overschrijden, zal ik nu afsluiten met in ieder geval ook mijn collega's hartelijk te danken voor de samenwerking. Meneer Buzek, we hebben een uitstekend rapport gemaakt. En mag ik de andere collega's die we hier hebben samengewerkt ook heel hartelijk danken. Ik kijk uit naar veel energie in de toekomst.